Tekenen met Bert Cornelius, de tekenaar van Het Feuilleton bij Hoog en bij Laag in het Dagblad van het Noorden. Wat ik jullie nu ga vertellen, dat weet verder niemand. Maar dan ga ik aan het werk. Ik zal jullie laten zien wat ik dan ga doen. Kijk, dit is natuurlijk een buitengewoon belangrijk onderdeel van mijn werk. Dit is het vel papier en daar moet het op gebeuren. Wat ik dan vervolgens eerst ga doen, dat is dit. Dit doosje is ook buitengewoon belangrijk, maar het eerste wat ik doe is dit. Ik doe mijn doosje op en ik pak een HB potlood, die is niet al te vet. Maar dan kun je toch lekker zacht en ook scherp mee tekenen. Ik vergeet nog een heel belangrijk attribuut. Gummetje. Je kunt alleen een scherpe tekening maken als je als het puntje van je pen en je poot scherp gemaakt is met dit fantastisch apparaat. Thuis ook op de bureau geschroefd? Nee, dat niet. Het kan wel. Kijk, hier, ik heb liever wat hij staat in de weg. Als het ding hier is, dan zit ik het op het tafel. Het volgende ding wat ik pak is dit. En dit is bij het gebruik van de lineaal bij tekenwerken hoort een waarschuwend woord. Want er is in de natuur geen enkele lijn recht. Dus ik gebruik hem dus ook alleen maar om het kader te tekenen van de tekening. En die is altijd. Met wie op het oog? Ja, met hulp van lineaal. Ja, maar bedoel je. Geduld. Geduld. Oké. Okay. Hij is altijd 22,5 centimeter breed en 18 centimeter hoog. Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar. Dan staat hij het mooiste in de krant. Heeft de krant dat, moet dat van de krant die dat formaat? Of heb je dat zelf ooit zo bedacht? Volgens mij niet. Ik heb dat ooit zo bedacht zelf. Okay. Hallo. Wat gebeurt? Goedemiddag. 18 bij 22,5. Zo. En. Zo. En hier moet het op gebeuren. En natuurlijk hebben we ook nog stiften nodig. Een stuk of 10. Ja, even alles een beetje aan de kant. Lineaal aan de kant. Stiften netjes op een rij. Puntenslijper weg. Lineaal aan de kant. En we kunnen nu bijna los. Nog even recapitulerend van wat we allemaal nodig hebben. Het papier dat ik gebruik is een ivoorkartonachtig papier van Bristol. Dat is lekker stevig en plat. Een HB potlood, een goede professionele puntslijper, twee lineaals om het kader te tekenen en dan ga ik het potlood ga ik aan de slag. Bijvoorbeeld, nou, er staat Hans bijvoorbeeld, hè, die staat hier dan zo en dan. Ik weet niet of ik dit wel kan als er zoveel mensen toekijken, maar. Ik heb tijdens een vakantie op Kreta een keer wat vakantiegeld verdiend door op het Marktplein wat van die portretten te tekenen, die zoals dat ook in Parijs en zo wel gebeurt. Hè? Dus, karikaturen of gelijk? Ik heb heel goed gelijk. En toen heb ik toch nog een weekje extra vakantie eraan vastgelegd. Nou, oké, dit is zo'n beetje Hans. Dus als ik de potlood klaar heb, dan pak ik. Een roteringpen, die heb ik al 20 jaar en dat betekent dat het pennetje is naar mijn manier van tekenen gesleten. Ik kan, met een andere pen kan ik helemaal niet. Dus ik heb deze echte, als die kapot gaat, dan hebben we een probleem. Oké, dus dan gaat ik beef een beetje. Dat is natuurlijk de spanning. Maar zo gaat dan zo'n beetje. Gebruik je voor de lijn een beetje. Ja.
zo ongeveer, hè? Hij heeft ook een beetje op jou, Hans. Jij heet ook Hans. Ja, inderdaad. Ja, dat scheelt niet veel. Nou, dan mag je aan het einde van deze dingen, deze tekening meenemen. Zet er vast onder. Zwaar, maar goed. Oké, nou, nu is het enige moment dat ik een gom gebruik. Kneedgom, want het lijkt lekker schoon. Van die stofjes op je, heb jullie dat ook? Dat je van die gokken bent. Maar ik zag jullie langs van die marafummetjes. Oh ja, aardgom. Ja. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar mijn bureau is schoon. Kneedgom. Dat is chili-achtig. Schoon. Kijk dan niet. Oké, nou, laten we zeggen, het is, ik weet niet of het droom is, maar dat altijd even wachten. Dit is, als ik ga gommen, dan is het even het moment om een kop koffie te gaan drinken. Oké, dan is het zover klaar. En dan ga ik in de weer met die filters. Er zijn ook mensen die werken met gewassen inkt. Dat kan natuurlijk ook, maar dat geeft weer een hoop troep op je bureau. Dus zo'n dingetje valt om en met die kwast en zo, dat vind ik allemaal met niks. En dus ik heb gebruikt sinds jaar en dag die pennen. En nu is het... Als je schaduwen aanbrengt en contouren en zeg maar tonen, dan ben je eigenlijk aan het schilderen en dat doe je dan met licht. Je houdt de lichte plekken over en ik zoek eigenlijk even nummer 5. Ik begin altijd met nummer 5. Dus je ziet dat die vergeten. Nee, deze. Kijk. Goed. Je licht. Het eerste wat ik doe is onder de ogen. Daar zit schaduw. En onder de neus en onder de lippen. En hier bij de oren is er zeg maar een halftoon. Is die stift bijna leeg of is die zo licht? Dit is nummer 5. Dit is nummer 8. Het is wat donker, zie je wel. Dan is een haar aan de beurt en die zit natuurlijk aan de bovenkant is het wat lichter dan aan de zijkant en de onderkant, zo zo'n beetje. En dan moet je dat iets sterker aanzetten. Zijn haar is aan de zijkant wat donkerder, hoewel hij begint wat grijs te worden aan de slaap. Dus het is van belang dat je dit stukje, het blijft wat lichter. Hier onder zijn donkerder en onder zijn neus waarschijnlijk ook. En hier, het begin van de schaduw is altijd wat donkerder dan de rest. En dan kun je met een hele lichte toon nog wat... Ik had wel het idee dat het heel dikke stiften waren. Oh, dat is ook wel. Dat kan wel. Plastic muziek is dat. Ik kan ondertussen wel een mooi voorbeeld, als dat mag, Bert. Hij is klaar. Nou, dit is Hans. Dus dat doe ik wel. Voor Hans. Okay. Dit was Tekenen met Bert Cornelius, de tekenaar van Het Feuilleton bij Hoog en bij Laag in het Dagblad van het Noorden. Ik hoop dat je je hebt vermaakt en dat je ook nog wat hebt opgestoken.